Goedendag allemaal. Ook deze week een hele leuke Gert-Jans keuze. Ik wil u graag meer vertellen over onze nieuwe oogst Perupa aardappelen. En ik neem u mee op reis. Blijf kijken. Al jaren zijn de Perupa aardappelen een groot succes. En niet alleen vanwege de verschillende kleuren, maar ook vooral de originele Peruaanse genen, wat u zeker merkt in de smaak. Als u daar dan ook nog bij optelt dat deze Perupa aardappelen geteeld worden door Bayard, vind ik de beste teler in Frankrijk. Bayard is ook nog gesitueerd in de Picardie, wat de beste streek is van Frankrijk, dan heb u echt een top aardappel. Ik heb de Perupa's doorgesneden, zodat u duidelijk de verschillen kan zien. De Blue Star, de Lily Rose, de Violet Queen, de Double Fun en we hebben de oeraardappel. En welke is mijn favoriet? De oeraardappel is echt mijn favoriet. De mooie gele kleur en de romige smaak kan ik echt van genieten. Zoals ik u beloofd had in het begin van Gert-Jans keuze, wil ik u graag meenemen naar de Oosterschelde. Dagelijks vers geoogste zeewieren uit onze eigen verse Oosterschelde. Meer dan 200 soorten zeewier die alle 200 eetbaar zijn. Visdraadwier vind ik zelf een van de bijzonderste. Visdraadwier is jaar rond verkrijgbaar als het weer het toelaat. Visdraadwier groeit niet op een vaste ondergrond, maar drijft op het oppervlaktewater, waardoor het bij veel wind ook echt wegwaait, zodat het niet geoogst kan worden. Visdraadwier eet je rauw, zit een hele crispy smaak aan, echt fantastisch. Verse Codium is ook een hele speciale zeewier. Een van de meest verkochte ook, en dat is niet gek. Heeft een bijzondere structuur, heel mooi vlezig, en de smaak is zelfs een beetje truffelachtig, een beetje aardse smaak.